kijk eens, daar is ze al. Vriendenhond. Hallo. Nou, wat een... Salut. Welkom. Wat een heerlijke plek. Drie geweldige momenten in jouw leven. Positief, negatief, maakt niet uit. Wat komt er in je naar voren? Nou, eigenlijk alleen maar positieve dingen. Grote positieve dingen. Ik denk toch de jeugd. Mijn jeugd in het buitenland. Met heel veel levenslessen. Mijn huwelijk met Max. Ons gezin. Dat zijn toch centrale dingen in je leven, denk ik. En de gezin bedoel je een kind, de kinderen? Ja. De geboorte van je zoon? Ja. En het leven hier op Grootstal. Het landgoed van Max. Zijn familie. En dat is een heel groot beeld. Ik denk dat er drie momenten zijn. De grote dingen. De grote momenten. Ja. Landgoed Grootstal is gesticht op historische grond en van origine een middeleeuwse ontginningsboerderij. In 1917 is het gekocht door baron van Heuvel tot Westervlier. Deze was opgegroeid op landgoed Knarentaal bij het Duitse Kleef. Hij legde al op jonge leeftijd de basis voor dit nieuwe landgoed door de omliggende gronden via talloze kleine transacties geduldig aaneen te smeden en een cultuur te brengen. Daarbij bleven de kavelstructuren uit het oude kampenlandschap grotendeels intact en vertoont Grootstal nog steeds een diversiteit aan landschappelijke sferen. Je hebt dus heel veel gereisd. Vertel eens over al die reizen en al die plekken waar jij als kind een poos gebleven bent. Nou, het aardige is dat je als diplomaat eigenlijk ongeveer gemiddeld drie jaar per keer ergens bent. En dat was in ons geval was dat na Madrid was dat Colombia, toen was het een stukje Nederland, toen was het weer Rome, toen New York. We zijn met alles naar Mexico gegaan. Dus een palet aan als kind interessante ervaringen. Je spreekt dus Spaans? Ja, Italiaans, Frans, Engels, ja. Ja. Dat is een cadeau. Ik babbel wat in het Duits. Ja. Want dat heb ik nooit geleerd. Ja. Maar al die plekken, die hebben een impressie achtergelaten. Een ander tongval, een ander klimaat. En je genoot dus van waar je was. Ik denk dat mijn ouders ervoor gezorgd hebben dat wij dit heel goed hebben kunnen opvangen. Ja. Na Madrid ging je naar? Colombia. Naar? Nederland even, ja. Nederland even, Nederland. Hoe oud was je toen? Toen was ik 8. 8. 8 tot dus 12. Midden in de lagere school. Ja. Periode. Ja. Ja. En dan moest je ineens Nederlandse worden. Zullen we daarin? Nou, toen moest ik Nederlandse worden. En ik schreef koe met CU. Op zijn Spaans. Je paste niet direct in het Hollandse systeem. Nee, maar goed. Dat heb ik eigenlijk snel wel geleerd. Hè? Ik had al een beetje achtergrond van okkie en taptoe. Dus, en een kind past zich natuurlijk snel aan. Dat is zo, maar je vrienden laat je wel achter. Ja, ik denk naarmate je ouder wordt, dat ook een groter ding wordt. Ja. Je bent je meer bewust, maar je wilt ook iets met die vriendschappen veel. Dus dat is een hechting die je ook heel bewust bent. En wat was het toppertje in Rome voor jou? Nou, ik denk toch de hechte vriendschappen, de sociale betrokkenheid. Wat die nonnen, we hadden een, naast de school een oude vrouw wonen. Die we als school helemaal, er waren er natuurlijk weinig sociale voorzieningen. Ja. Die we helemaal verzorgden. Dus we hadden shifts die we deden. Oh, ja, ja. En nieuwe vriendinnen? Nieuwe vriendinnen, uiteraard. Hartsvriendinnen? King, hartsvriendin. Ja, maar veel. Ik heb nooit één hartsvriendin gehad. Ik heb een vriendschap voor dit en een vriendschap voor dat. Dus het was heel, heel gemengd. En veel vrienden, allemaal voor een specifiek, bijzonder onderdeel. En het mediterrane klimaat, daar gedij jij in. ja, dat heb ik in mijn hart wel. Dat is niet meer weggegaan, nooit meer. Nee, ja. Nee. En wat nam je mee naar de volgende stap? En waar was je volgende stap? Toen gingen we naar New York. Midden in het jaar. Hoe hoog? 32 hoog.
32 hoog. Maar ommaken. En het enige groene, groot verschil met Rome, was een grasje, een nepgrasje op ons balkon. De rest. En je keek naar buiten en je had een enorm prachtig vergezicht. We hadden een prachtig gezicht uit over de East River. Ja. Maar ik zag vooral de smog. Okay. En zo was het met meer dingen. Ik was eigenlijk denk ik toch in een grote schok die ik niet te boven kon komen. En ik kon niet meer sporten. Ik had nu in plaats van een tennisbaan had ik een betonnen muur onder de brug. Nou, dat heb ik gedaan. Maar leuk was dat niet. Je werd sip en tegendraads misschien? Nou, mijn moeder die zag dat ik, en wat, dat was ze niet gewend, die zag dat ik bleef hangen in de negatieve dingen. Dus ze dacht, ja, het kan zijn dat ze aan puberen is, maar volgens mij moet ik een beetje iets daaraan doen. Want anders dan zijn de 3 jaar in New York zijn verpest. Maar natuurlijk was je aan puberen. Ja, en zij heeft dus eigenlijk mij uitgedaagd om me aan te passen, flexibel te zijn. Dat is een grote levensles. Ja. Grote levensles, ja. Geef me een voorbeeld. Hoe heeft ze dat gedaan? Hoe heb jij dat gedaan? Want jij hebt dat gedaan. Ja, heel simpel eigenlijk. We hebben gekeken wat heeft New York te bieden. En dat was muziek. De toppers, een Steen, Nureyev. Daar hadden we natuurlijk geen geld voor. Maar we zijn toen de generale repetities, die konden we bij ook gratis. En dat hebben we gedaan. En daardoor zie je dat je dus een nieuwe interesse ontwikkelt. En dat is dus eigenlijk de kern. De kern. En dat neem je mee hier op je landgoed en in je huwelijk. En in de rest van je leven. Dat is een levensles geweest. De flexibiliteit, om kunnen gaan met flexibel en je opnieuw verhouden, een nieuwsgierigheid ontwikkelen die eigenlijk voor je weer wat je op je eigen komt. Je weet het leven. Nou, je grootste uitdaging, de moeilijkste stad, dat was New York. Je grootste uitdaging, maar ik begrijp je grootste leermoment. De meeste pareltjes meegenomen uit New York. Flexibiliteit, nieuwsgierigheid en wat nog, Kien, wat je nu zo gebruikt. Niet bang zijn? Ja. Ik denk dat dat het is. Die combinatie is ook wel goed, hè? Kijk, je hebt natuurlijk op een moment dat je heel erg jezelf aan het uitvinden ben. Ik denk dat dat de reden is dat ik dat als een krachtige ervaring ervaar. En ik pas het hier toe, bewust. Ja, eigenlijk wel, als een jongleur. Je bent volgens mij ook echt buiten de gebaan de paden moeten gaan, hè? Hier, voor Grootstal. Ja, nou ja, kijk, de stad is in 100 jaar tegen ons aangekomen. En dat heeft ons hele systeem aan het wankelen gebracht. En ja. We zaten hier gewoon in een klem tussen stad en land, maar alles was bevroren. En, nou ja, dan moet je omdenken hoe je je verhoudt tot die nieuwe context, tot die stedelijke omgeving. Wat je daarvoor kunt betekenen, want dat is waar verbinding over gaat. Ja. Maar ook betekent. Als je in de geschiedenis kijkt, een landgoed leefde van zijn pachters vroeger. Ja, dat was land. Dat was land. Dat werden werknemers, hè, de arbeiders, dat werden medewerkers. En nu, in jouw leven, zijn het samenwerkers aan het worden. Landgoed Grootstal is al 100 jaar een particulier landgoed in bedrijf. Met als spil het landhuis, al 3 generaties het kloppend hart. Met daaromheen de tuinen, de boomgaard, het dassenbosje en het akkerland. Met veel respect voor gisteren en met het oog op morgen wordt er nu nog steeds gewoond, gewerkt en ontwikkeld. Maar in de laatste eeuw is de context van het landgoed drastisch veranderd. Het buitengebied is nu een stedelijke omgeving met grote gevolgen voor het functioneren van het landgoed zelf. Op zoek naar nieuwe antwoorden heeft landgoed Grootstal zich de laatste decennia ontplooid tot een broedplaats voor nieuwe vormen van duurzaam maatschappelijk ondernemerschap. Voor de kostbare instandhouding van waardevol erfgoed is de opbrengst uit renderende functies nodig. Zo gaan op landgoed Grootstal nut, schoonheid en toewijding al 100 jaar hand in hand. Ingrid, je bent een van de ondernemers hier van op landgoed Grootstal. Vertel eens iets over wat je hier aan het doen bent. Ik run hier een zelfoogstmoestuin.
En dat is een vorm van stadslandbouw. Dat past heel erg bij landgoed Grootstal, de visie daarvan. Omdat ze graag stad met land willen verbinden. En hier zie je dat de mensen uit de stad komen oogsten. Ik stuur elke week een oogstbericht naar alle deelnemers. Schrijf ik daarin wat op dat moment de beste smaak heeft om geoogst te worden. En dan komen ze hier naartoe zelf de groente oogsten. Leuk. En wat is jouw winst? De profit is, voor de deelnemers is de profit dat ze hier op een hele mooie plek komen. Dat ze superverse groenten kunnen oogsten. Dat ze mensen kunnen ontmoeten. Gelijkgestemden, dat ze hun kinderen kunnen meenemen om te laten zien hoe groeit het nou eigenlijk. Dat het niet in blikjes groeit. Nee. En de ervaring leert dat de kinderen ook meer groenten gaan eten, dus dat is ook winst. Okay. En voor mij is de winst, kijk zelf, een super fijne werkplek. Dicht bij de akkers en naast moestuin en boomgaard is in 2016 het landgoedlab verrezen. Speel in de transitie naar een duurzame landbouw en tevens in gebruik als school voor de innovatie van duurzaam onderwijs. Voor de Dutch Daylight Award 2018 sprak het juryrapport lovende woorden over het speciale ontwerp van dit landgoedlab van Grootstal. In het lab delen houten spanten de binnenruimte in de lengte op in 4 hoofdzones. Alle afmetingen hebben een vaste verhouding tot elkaar, zoals dat in de natuur gebruikelijk is, de gulden snede. Om de ruimtes flexibel te houden zijn deze grotendeels open gehouden. De houten spanten, uit bomen van het eigen landgoed gezaagd, zijn vervolgens verdubbeld. De smalle ruimtes die zo ontstonden zijn gebruikt om het daglicht op alle mogelijke manieren binnen te halen. Van boven, van voren, van achteren, van onderen, direct, indirect, al dan niet in combinatie met een gevarieerd uitzicht. Het eindresultaat lijkt wel een museum voor daglicht. Het gebruik van de natuurlijke principes van de gulden snede, gekoppeld aan de functionele eisen van een modern landgoed, maakt duidelijk waar landgoed Grootstal voor staat. Want dit is zowel een schoolgebouw als een agrarische bouwplaats. En als je nou ziet dat het ook de pantry is voor de stadslandbouw. En als je dan een vliegwiel daarmee moet maken, dan zou je zeggen, nou ja, de stadslandbouw die betaalt voor de huur van de grond een vrij lage pachtprijs. Dus dat is zeg maar het verdienen voor het landgoed. Daar kunnen ze weer onderhoud van maken, maar eigenlijk is het vooral een andere vorm van waarde. Dat is het toegevoegde waarde, dat is namelijk de zorg voor de bodem. En het brengt namelijk ook biodiversiteit en gezond voedsel weer op het menselijk domein en een community. En dan heb je ook nog de betrokkenheid als de school iets doet met de tuin, de zelfoogstmoestuin. Dan zit daar ook het stukje onderwijs, maar ook zeg maar welzijn bij. Nou ja, en als je nou bijvoorbeeld hebt over de bodem, dan zou bijvoorbeeld de overwaarde die ik heb met mijn bomen op het landgoed, die dienen voor de composteerhoop, dat zijn bladeren. En als Ingrid nou de community mijn bladeren laat opruimen om te halen voor haar composthoop, dan kan ik geld besparen voor het landgoed. Dus dat is eigenlijk de manier waarop je die interactie organiseert, wat ik een vorm van duurzaamheid noem, omdat dat precies die waardetransacties zijn die je eigenlijk in de hele maatschappij kunt doen. Bij gebrek aan biomassa in de biologische teelt zou je bijvoorbeeld de GFT kunnen halen bij een flatgebouw in ruil voor iets van de oogst. Hè? Dus je krijgt op die manier, kan je maatschappelijk heel veel interacties op een slimme manier organiseren. Flexibiliteit op een landgoed is nodig om veerkracht door de tijd heen te kunnen bewaren. Op Grootstal reikt verandering veelal over traditionele grenzen en maakt optimaal gebruik van het bestaande. Hierdoor worden de historische roots van het landgoed gerespecteerd en is er tegelijk ruimte voor vernieuwing. Via actuele thema's als bijvoorbeeld voedsel, duurzaamheid, kunst en onderwijs slaat het landgoed nu een brug tussen stad en land. In dat verlengde legt het een relatie tussen cultuur en natuur. Bij verschillende innovatieve projecten is landgoed Grootstal in de voorhoede betrokken.
Het in 2013 speciaal voor dit doel ontworpen paviljoen dient vanuit de stad letterlijk en figuurlijk als poort naar het achterland. Dit paviljoen is een ontvangst- en inspiratieruimte, waardoor de maatschappelijke waarden, kwaliteiten en functies op het landgoed voortaan ook voor u te beleven zijn. Ik denk dat de stad voor ons heel lang een bedreiging is geweest. Je kunt je voorstellen als iemand iets brusk tegen je aankomt knallen, ja, dat je dan even van de wap bent, hè, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat je even moet bekomen van de schok. En dat, omdat je ook nog niet weet wat de implicaties precies zijn. Het voelt als een bedreiging, maar je weet nog niet waarom en wat je daarmee kunt. Jij moet het eerst begrijpen voor je de stappen kan zetten. Of gaat je waarom vragen dieper? Gaat je waarom vragen ook naar de buren? Ja, ik denk dat je waarom vragen alles te maken heeft met de connectie die je wilt tot stand brengen. Ja. Dat is niet iets wat je alleen bedenkt. Dat is iets wat je ontdekt in de interactie met anderen. Dus we hebben dit. Ik denk dat het begonnen is met een mooi educatieproject met kinderen. Dat ik heel veel geleerd heb van de ouders die meekwamen. Vertel eens. En ik ontdekte dat die ouders zo verwonderd waren wat we de kinderen leerden. Dus door kijkers kijken naar dingen, dat er een interactie was met bijen. Dat er een heleboel elementen in dit landgoed waren waar juist de ouders zich over verwonderden. Dat mij dat geleerd heeft. Dat ik dacht, hé, maar we moeten veel meer nog dan kindertjes iets meegeven. Misschien begint het bij de ouders. En dat is mijn eigen generatie. Ja. Dus dat was niet zo moeilijk. Dus je hebt de stedeling binnengehaald op een bepaalde manier. Misschien proberen we met onze ondernemers de stedeling te inspireren. Maar eigenlijk inspireert de stedeling ons. Ja, dat bedoel ik. Ja. Want het stemt iedere keer tot reflectie. Ja. Het is niet zo dat wij een zendboodschap hebben. Maar we ontdekken door de vragen waar het zit dat we die toegevoegde waarde kunnen... Geen zendboodschappen, maar een stiekeme missie. Het is wel een missie, maar het is ook wel een nieuwsgierigheid. Ja. En het is natuurlijk ingegeven door de opdracht die je voelt. Die is natuurlijk vanuit onze familie meegegeven dat dit landgoed verder geholpen moet worden. Als wij niks doen, dan pietert het uit. Die momenten dat je het echt niet meer wist. Wat inspireerde jou? Wat ging jij doen of niet doen? Ik denk dat ik dan even of ga grasmaaien of in bad zitten. Om even hoe lang? Het stof te laten darelen. Nou, dat kan heel wisselend zijn. Oké. Even. Maar ik denk dat ik ook wel de neiging heb om mensen op te zoeken. Ik ben eigenlijk ervan overtuigd dat ik alleen helemaal niks kan. Niemand kan iets alleen. Alleen je moet het voor jezelf helder hebben waar je drijfveer zit en waar je mogelijkheden zitten. En welke vraag je mag gaan stellen, denk ik. En welke vraag je ook jezelf mag gaan stellen, ja, dat ook bij je competenties. Dus dat is eigenlijk mijn moment van reflectie in bad. Mijn moment van reflectie achter de maaimachine is even te kijken hoe ik dat nu deel met anderen. En uiteindelijk komt de inspiratie in de verbinding met anderen, in de gesprekken met anderen. En dat is eigenlijk wat je ook ziet met de ondernemers. Leuk. Heel mooi. Ja. Wat de provincie heeft gewild, dat is inderdaad het annexeren van Lent en niet van Heumen. Gelukkig. Dus het bouwen over de Waal, de Waalspoel. Dus dit worden, is eigenlijk een herhaling. Het ouder worden. Het ouder worden, ja. Nou, weet je, ik. Er is één aspect, ik lach erom, want ja, ik ben eigenlijk niet zo belangrijk. Dit moet doorgaan. En dat ik dan toevallig op een gegeven moment bij de pompoenen ga liggen, dat vind ik dan ook niet zo'n probleem. Je wordt goede mest, bedoel je?
Ja, ja. Oké. Het gaat door, het gaat door. En je geeft als je het goed door. Doet, ja, ik doe het om het door te geven. Dus voor mij is de dood niet een bruske césuur. Dat is een onderdeel van ja, een werkelijkheid waar we allemaal mee leven. Dus dat is niet zo schokkend. Ik ben daar niet bang voor eigenlijk. Ik heb wel een beetje haast. Je hebt haast? Ik heb nog maar 20 jaren dat ik vitaal nog ergens... transities die hebben tijd nodig. Dus ik heb wel haast, ja. En de planeet heeft haast. Deelt veel meer. Je leiderschap is meegegroeid met de ontwikkeling van het landgoed. Ja, en het is een gedeelde verantwoordelijkheid, is het aan het worden. En dat zegt iets dat ook ik mijn leiderschap moet aanpassen daarin. Dat is nog een zoektocht. Blijf in beweging. Blijf zoeken, ja. Blijf vinden. Ja. Je hebt heel veel gereisd. En je hebt hier echt je plek gevonden en ook gemaakt. Twee polen. Hoe breng je die bij elkaar? Door hier iets te doen, maar de wereld is mijn thuis.